Goeiedag, dit is het nieuws van 28 januari 2021. Eerst het corona-overzicht. Landelijk is het aantal nieuwe meldingen gestegen met 4740, maar dan nu de situatie in onze eigen regio. U ziet hier het aantal inwoners per gemeente. Bij elkaar zijn dat 1,1 miljoen mensen, maar dan nu de kaart met het aantal nieuwe besmettingen per gemeente. Volgens het RIVM zijn er 215 mensen positief getest. En dat zijn er 81 minder dan gisteren. Het fluctueert dus behoorlijk. De situatie is in Haaglanden nog steeds zeer ernstig. En wij blijven het zeggen. Blijf binnen. Bezoek van maximaal 1 persoon per dag. Mijd drukte, handen wassen. En bij klachten laat u zich testen. U belt voor een afspraak nummer 0800 1202. Het is rustig gebleven in de regio. Afgelopen dagen hebben ze rellen voorgedaan en vooral in Schilderswijk in Den Haag. Gisteren kon de aanwezige politie ervoor zorgen dat er geen incidenten plaatsvonden. Ook in Monster, waar de afgelopen dagen wat onrust was, zijn er gisteren geen ongeregeldheden geweest. Een tableau uit 1602 bij de Monsterse sluis wordt opgeknapt. Daarvoor is een subsidie van het Hoogheemraadschap van Delfland beschikbaar gesteld. De monumentale sluis is enkele jaren geleden gerenoveerd en in 2018 weer in gebruik genomen. Het tableau met afbeeldingen van de toenmalige dijkgraaf en hoogheemraden wordt nu opgeknapt. Volgens het Hoogheemraadschap hoort dit bij het cultuurhistorisch erfgoed van Delfland. Ondersteunen van inwoners, verenigingen, ondernemers en maatschappelijke partners is topprioriteit voor Leidschendam-Voorburg. Daarvoor gaat de gemeente zich richten op het beschermen van de sociale infrastructuur, het beperken van de economische schade en het versterken van de zelfredzaamheid. Zo probeert de gemeente de effecten van de coronacrisis zo goed mogelijk op te vangen. Daarvoor moeten andere zaken wijken. Dat heeft burgemeester Tichelaar laten weten. Zo is er bijvoorbeeld voor 2022 geen nieuw beleid gepland. Tot zover het journaal voor vandaag. Heeft u nieuws voor ons of foto's van bijzondere gebeurtenissen? Stuur ze naar redactie@regionieuws.tv of via WhatsApp naar 06 1970 25 10. Dank voor uw aandacht. Blijf gezond.